Goeiedag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Vandaag gaan wij het hebben over het digitale instrumentencluster gevestigd in de C-klasse. Dit is een optie waarbij alle tellers digitaal worden en deze zijn natuurlijk ook individueel in te stellen. U heeft op het stuurwiel, heeft u links en rechts, heeft u allebei stuurwieltoetsen. In het geval van de optie rijassistentie zit de terugknop en een huisknop op 1. Mocht dit het geval zijn van een normale cruise control, zal hier de terugknop en hier de huisknop zitten. Hetzelfde als de andere kant van het stuur. Het instrumentencluster aan de linkerkant is uitsluitend te besturen vanaf de linkerkant van het stuur. Als wij kijken naar de instellingen hiervan, dan kunnen wij naar links en naar rechts swipen. Dus wij kunnen het midden en rechts kunnen wij instellen. Links zal altijd op de toerenteller blijven staan. Als wij naar rechts swipen en we zien de rechterteller zien wij oplichten, dan kunnen wij door middel van omhoog en omlaag swipen, kunnen wij meerdere monitoren laten verschijnen in de instrumenten. Zie hier een toerenteller, eventueel navigatie, eco-weergave, dat is de weergave hoe economisch u rijdt. Informatie na vertrek, hoeveel kilometer u heeft gereden, hoe lang u heeft gereden, wat uw gemiddelde snelheid was en wat uw gemiddelde verbruik hierin was. En als laatste ook nog een toerenteller in combinatie met een G-krachtenmeter. Zetten wij hem hier weer op de normale teller, gaan wij naar het midden. Op het moment dat wij op het stuurwiel de huisknop indrukken, dan verschijnt hier een menu. In dat menu kunnen wij aangeven wat wij het liefst qua informatie gezien willen hebben in de auto. Is dat bijvoorbeeld service, assistentie, reis, navigatie, radio, media of telefooninformatie, kunnen die allemaal individueel ingesteld worden. Als wij bijvoorbeeld kijken naar reisinformatie, dan zien wij hier de kilometerstand, eventueel actieradius en verbruik, eco-weergave zoals u dat ook net in de rechterteller zag, informatie na vertrek en informatie na reset. Drukken wij weer op de huisknop om het menu te openen, kunnen wij bijvoorbeeld dus ook van de assistentieweergave kunnen wij zien wat de afstand tot de voorligger is en eventueel de attention assist openen. Qua service kunt u uw meldingen zien, bandenspanning inzien, uw assist plus inzien, dus de service wanneer die is gesteld, koelvloeistof, motoroliepeil en info over het verbruik. Qua navigatie, daar gaan we hier iets in terug, kunt u bijvoorbeeld uw rijrichting instellen. Qua radio kunt u uw radio instellen en ook van radiostation veranderen. Qua media kunt u eigenlijk op uw verbonden apparaat kunt u uw media bedienen. Kijken we naar telefoon, kunt u bijvoorbeeld uw contacten inzien en kunt u daar doorheen scrollen. En u kunt via stijlen, kunt u de stijlen, kunt u ook veranderen. Staat nu op sportief ingesteld, dus ingesteld met gele tellers. Als wij op klassiek springen, dan verspringt het volledige thema van de auto en de instrumentencluster gaat hierin mee. Eventueel progressief, die is met rood gevormd en die is wat digitaler. Dan zetten wij hem weer terug op sportief. En dan zetten wij hem weer op reis. En u kunt uw instrumentencluster dus bedienen via de touchpad op het stuur door naar links en naar rechts te swipen en voor meerdere monitoren kunt u naar boven en naar beneden swipen.